De Almeloze Ruitenvereniging De Gravenruiters bestaat 45 jaar en is eigenlijk uniek in zijn soort. Dit komt voornamelijk vanwege het zogenaamde heufbedrijden. Binnenkort staat er ook een collecte georganiseerd door De Gravenruiters. Wat we net hebben gezien is hoe mensen met een meervoudige handicap op het heufbed worden getakeld. En op het heufbed kunnen liggen en daar kunnen genieten van de beweging op twee paardenruggen. Ook de warmte van die paarden stimuleert onze deelnemers erg. En daar hebben ze ook heel veel voordelen van. Want we hebben bijvoorbeeld mensen die last hebben van obstipatieklachten. En als zij op het huifbed hebben gereden, dan hebben ze daar dus een aantal dagen geen last meer van. Of hebben ze ook minder medicatie daarvoor nodig. Als ze op het huifbed liggen, dan merk je gewoon dat ze dat heel erg fijn vinden. Als je kijkt dat ze een lach op hun gezicht krijgen. En dat geeft echt een blijk van waardering van waar wij het allemaal voor doen met onze vrijwilligers. En dat laat ook zien dat de mensen dat enorm van kunnen genieten van ons huifbedrijden. Jullie gaan binnenkort collecteren, want wat jullie doen kost een heleboel geld. Ja, wat wij doen kost inderdaad geld. Zoals hier zitten we nu op een externe locatie die we moeten huren voor dit huifbedrijden. Maar ook de verzorging van de paarden en het onderhoud van het huifbed, dat kost inderdaad heel veel geld. En wij willen de kosten voor de deelnemers ook zo laag mogelijk houden, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van wat wij doen.